Er is een nieuwe dag aangebroken bij Koninklijke Burger Zoo en de bezoekers stromen naar binnen om alle dieren in het park te bewonderen. Het dierenpark in Arnhem telt 7 verschillende ecosystemen en vandaag nemen we een kijkje in de safari. De safari bestaat uit onder andere een uitgestrekte savanne waar verschillende hoefdieren zoals gnoes, oftewel wilde beesten uit Oost-Afrika leven. Maar je vindt er ook roodschildgiraffen en de zware breedlipneushoorns die allemaal vreedzaam samenleven. Buiten de savanne leven ook de cheetahs die vandaag iets lekkers krijgen van Constanze Mager. In Burger Safari leven heel veel soorten dieren die we in de Afrikaanse graslanden kunnen vinden. Nou, in eerste instantie zijn dat heel veel graseters natuurlijk. Denk aan antilopen, aan neushoorns, planteneters als giraffen. Maar waar zoveel planteneters leven, daar zijn ook altijd veel vleeseters te vinden. En daar hebben we 2 mooie voorbeelden van hier in ons park, namelijk de cheetahs en de leeuwen. En de cheetahs die krijgen nu zo even een maaltje, namelijk een beetje rundvlees. Cheetahs, dat zijn echte voedselspecialisten. Ze zijn heel erg goed in rennen, in sprinten. Ze kunnen snelheden van 115 km per uur bereiken. Dus hun prooidieren zijn ook dieren die heel hard kunnen rennen. En met name zijn dat hazen, konijnen en kleinere antilopensoorten. Ze zijn namelijk niet zo krachtig, maar wel supersnel. Nu is het niet zo dat een cheetah echt 115 km rent. Dus als een uur later komt dat hij echt een heel stuk verderop is. Nee, hij rent echt altijd maar heel kort. Echt 20 seconden, 15 seconden, daar heeft hij echt die topsnelheden. En daar kan hij zijn antilopen makkelijk zien te pakken. Hij is dus een heel effectieve jager voor deze prooidieren. Eet smakelijk.